En hey hallo, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Vandaag gaan we verder met Resident Evil 7 in de Halloween Horror Week. Vond je de eerste aflevering leuk? Dan hoop ik dat je gewoon gemotiveerd bent om deze aflevering ook te kijken. We zien jou gewoon straks na de intro. Okay. En we gaan weer naar boven. Kijk, kijk. Hoppa. En een medkit. Misschien kan je hand terugtoveren. Nee, ik zou die nog niet gebruiken hoor. Oké. Okay. Medkit of niet? Nee, ik zou het niet doen. Okay, ik zou niet schieten, want je hebt echt maar heel weinig kogels. Hè? Ja. Dus laat alleen even weten hoe het moet. Ook stel je voor dat er zeg maar dingen achter je aankomen, weet je wel. Dan moet je gewoon echt zo min mogelijk kogels. Als het echt niet kan, dan moet je schieten. Maar anders moet je echt gewoon eromheen rennen proberen of zo. Pff, ik dacht dat er iemand stond, hè. Klote bom. Ik vind wel vet. Maar nog meer kogels, joh. Ik vind wel vet dat je als je echt dingen raakt, weet je, dat het ook echt kapot kan gaan en zo. Ja. Oh, dit soort kistjes. Volgens mij, kan je die niet kapot maken? Kistje. Ik weet namelijk van andere Resident Evils. Als je kistjes kapot maakt, zitten soms wel eens dingen in. Maar volgens mij zijn dat speciale kistjes, niet deze normale. Volgens mij zitten daar iets van gele tape of zo in. Een doodlopend kamertje, gaat hier wat gebeuren. Ook kogels. Ah, dat is wat kunnen, man. Weet je ook hoe je moet reloaden en dat soort dingen, of niet? Nee. Hebben ze niet maar gezegd. Maar als het op is, dat het gewoon... Automatisch, ja. En als misschien vierkantje zo, meestal wel vierkantje. Je slaat hem gewoon open, joh. Ik denk dat laddertje op, of niet? Ja, dat is ook al bang voor. Oh. Maar wat zijn nou weer vandaan, joh? Pak die gun, joh, of niet? Ik denk die gun, hoor. Pijltje omhoog. Ah. Oh. Vierkantjes reload. Ik ben niet dood te krijgen. Aaaaaah! Zijn nu game over? Ik denk het wel. Ja. Ze is niet dood te krijgen. Ik schoot 7 kogels in haar lichaam. You are dead. Retry. Ik denk dat je gewoon moet die kogels gelijk moet pompen, joh. In plaats van die dat beltje. Mia is dangerous when she goes berserk. Do whatever it takes to stop her. Kijk, zie je nu zij bij dat opslagding, ja. Maar goed het even hebben opgeslagen, anders moesten ze dat dingetje ook opnieuw erin proppen en alles. Waar gaan we ook weer heen? Ja, als je kunst en alles pakt. Oké, we hebben ook straks een medkit voor als ze ons een paar keer raakt. Oké, fijn. Hadden we hier nog ergens kogels gevonden? Nee, zeg. Nee. Hou dat guntje in principe kunnen we hier alles gewoon doen totdat we bij dat laddertje komen, joh. Ik hoorde die kettingzaam toen ook al, hè. Ja. Kamertje rechts nog, kogeltjes. Maar dat mikken is zo moeilijk in het spel, hè. Ja, is echt niet normaal. Ja, ik weet het. Hij schiet ook zo slow. En je moet in het koppie. Dat laddertje je moet in het koppie gaan. Schieten. Als je een paar keer hebt geraakt en het wordt echt dangerous, dan gewoon die medkit terug. Bij deze ga ik er niet op blijven gaan. Ja. Ze is gelijk al gek aan het doen, joh. Oké, nog een paar keer. Als je de volgende keer raakt, dan misschien die med. Hoe lang duurt dit?
Oh, die was heel lekker. Gaat ze neer of niet? Ze is neer, ze is neer. Nu die kettingzaag aan haar kopje er gewoon af, joh. Ze is weer aan het bloeden, maar ja. Kan ik hem niet pakken? Nee. Zou weer voor die show liggen. Ook over dat armpje heen ook. Ja. Maar Yo, waarom kan ik die kettingzaag niet pakken? Zij is nog lang niet dood, kan niet anders. Hey, joh! Mijn hart, hè? Zo. Dit hoorde in ieder geval gelukkig bij het filmpje. In één keer stond hij daar, joh. Welcome to the family. Dus hij leeft sowieso nog. Anders neemt hij niet meer op dat schoudertje, joh. Waarom zijn het ook altijd van die witte, blanke, oude mannen die dit doen? Hé, hey, we hebben een nieuw handje gekregen. Dat is wel lekker. Nu wil ik wel bij de family. Misschien is hij wel van de goede kant, joh. Nou, dan zou hij me geen trap op mijn hoofd geven, denk ik, hoor. Ja, misschien dacht hij dat we ook gek waren. Probeer het positieve erin te zien, hè. Oh, lekker eten. Nou. What the hell? Als ik het zo zie, is hij niet van de goede. Who are all you people? Where's Mia? Pak zo'n kakkelak en eet zo'n mop, joh. Damn. Wat een vader, joh. Wat is dit voor familie, joh? Ja, what the fuck? Wat doet hij? Ik denk om zijn mond of zo. Kijk die mes, joh. Hij maakt zo'n joker van ons, joh. Kijk die oma. Was die oude oma? Ja. Zit er gewoon lekker dood bij, joh. Je wilt vastgebonden zeker. Ja, ik zou zeggen wiggle wiggle. Of die oma gaat in één keer bewegen. Ja, ik zag de mondje al gaan, joh. Het nekje van die oma omdraaien. Die oma vertrouw ik ook voor hun meter, joh. Je hebt niks meer. Ze hebben alles afgepakt van ons. Ik ga niet even rustig de krant lezen met die gekken bij ons. Ik ook niet. Hampton ammo. Dus naar boven, misschien heb je je gun nou. Klote man. Wel kogeltjes, maar geen gun. Zo ligt hij daar. Een paar onderbroeken. Wat ligt daar, joh? Octopus of zo, joh. Ja, gewoon een stukje dunne darm. Is gewoon barbecue binnenkort. Oh, ze eten mensen, kijk maar. Female, meaty. Kijk, dat zijn die herpes. Herpie, herpie, derp.
Ligt er iets Ligt geks die gun nog? niet ergens? Die gun moet toch ergens zijn als je moet verstoppen? Pak dan maar zo'n mesje mee. Nou, kan niet. Nou, dan maar naar beneden. Dat kan niet. Moeten we iets voor hebben? Een sleutel. Die heeft oom in het broekzakje zitten. Oh, wat is dat dan? Er stond iets op de hak. Evelyn. Dat is een horrornaam gewoon. Evelyn. Ja, Evelyn. Oh, jij wil nog een deurtje. Oké, kijk waar we nu weer zijn. Maar loopt die gast nog... Loopt hij nog ergens rond of niet? Kunnen we zien naar buiten? Ja, dat kan je weer alleen weghalen met een mesje, zeker. Een paar plakjes tape. Oh kijk, dit zijn die kistjes die je kan openmaken, maar je hebt nu niks om kapot te maken. Maar met dat geel eromheen. Klopt, ik heb niet. De garage. Ik heb wel even onthouden dat hier de garage is, want we zullen het wel niet zo voor niks aangeven. Is die oma weer. Ze heeft ook niks in dat broekzakje. Maar ze moeten toch ergens zijn, die mensen ook. Ja. Er moet toch ergens iets liggen wat we kunnen gebruiken, ja, om die ik dingen denk allemaal verder open door. Te maken. Die zijn we al geweest. Ja, maar de andere kant, die gang in, zeg maar. En dan helemaal naar rechts, dan kun je ook nog helemaal door. Locked from the other side. Kijk, hier kun je nog helemaal door. Bloempjes, kan je die pakken? Is dat heupjes? Oh, ik zag iemand. Moet je even kijken waar die heen gaat, of niet? Ja, ik weet niet hoor. Deze kant dus. Oké, terug. Ja, en nu? Ja, we moesten langzaam glippen, denk ik. Als die komt, moet je er proberen omheen te gaan. Hij komt sowieso nu. Zie je? Probeer er links omheen te gaan. Oh, klap in je nek. Nou, en naar rechts, naar rechts. Ik ben ook niet zo snel. Ja, hij is... Oh. En terug. Nou kan je via de keuken daar komen. Jij bent hier veel beter in dan ik. Ik geef je die tips, joh. Hop, en die mee, en door. Nee! Hij mist. Er lag daar iets, maar... Ja, er ligt hier zoveel. Moeten we er nou weer omheen? Fuck. Ik heb hem nog geraakt. Ah! Nee, laat liggen, joh. Nee, nee, door. Naar de garage. Ja, die man is te snel nu. Ja, klaar. Ah, geef nog een kans, joh. Nu niet meer. Ja, ik weet niet waar ik heen moet. Ja, ik weet dit ook nooit, joh. Dit is echt... Ja, het is klaar, joh. We kunnen beter een stukje opnieuw doen, joh. Ik kan best wel veel klappen ontvangen, dat wel, maar. Ja, maar ik kan hem ook niet terugpakken nee, of nee, zo. Nee. We kunnen beter even stukje straks opnieuw doen, joh. Maar moesten we hier naartoe? Nee, hier moesten we dus niet naartoe straks. Waar moesten we heen met die sleutel dan? Ik zou gewoon lopen joh, totdat je neer bent. We kunnen gewoon een beetje kijken waar we heen moeten.
Waarom moest je helemaal dat sleuteltje? Ik weet niet, hier kan je wel chasen, eromheen gewoon, om dat bankje heen. Chef leest op ook nog wel 5 minuten. Oh wacht, misschien dat kastje hier. Wat maak je allemaal kapot, joh? Ja, maar ik je kan een beetje lopen. Misschien wel bij die garage, maar dan daar rechts, weet je wel. Niet als je naar beneden gaat, maar dan hier rechts gelijk. Zat er niet iets hier of zo? Nee. Nice, kistje. We hadden net ergens een sleutel nodig. Hij komt, hij komt, hij komt, hij komt. En omheen rennen. Hij mist. Ga je hier doorheen? Waar moesten we heen met dat sleutel? Oh, hier natuurlijk, dat luikje. Erin! Oh. Waar was eerst waar dat luikje? Dan vond die man daar niet dood hoor. Gewoon doorgaan, denk ik. Hè? Coins. Een antieke munt. Die moeten we dus ook bewaren en sparen. Hoe komt het aan zijn inventory? Kan je die niet combineren met elkaar? Nee. Oh, dat moet je innemen. Dat kan niet. Ja, die boos toch of niet? Ik wil het echt vrij. Je hebt hem wel ingenomen. Kijk, links zie je op je horloge. Die inventory is open. Kijk, op je horloge. Net was hij helemaal rood en oranje. En nu is hij groen. Oh. Op, hij volgt jou boven, ja. Ja, je moet daar wel heen. Dat willen ze gewoon creëren. Opslaan. Moet ik weer doen natuurlijk. En je kan weer. Je mag er 100% komen. Wat meenemen. Oh, wat zijn die icoontjes die erbij dan? Dat S'je en zo? De main hall, kitchen. 7 denk ik. Oh, achter met zo'n kast. Oh ja, kijk, dit zijn die dingen waar je de spullen in kan stoppen, weet je wel. Bijvoorbeeld zo'n muntje of iets, ja. Denk het niet. En anders, dit heb je best wel vaak van dit soort kamertjes, zeg maar, in de... In het huis, weet je wel. Of in ieder geval in het gebied. Mm-hmm. Dus als je een keer een muntje nodig hebt, kan je altijd weer ophalen. Mooi. Wat is dat, joh? Oh, als je een herb en een gemfluid combineert, dan krijg je die. Combineert, krijg je zo'n medic. Oh, misschien kan je dat doen nu, toch? Vast combineren, dat je vast zo'n herbje of zo'n... Heb ik al gedaan. Oh, heb je nou? Nice. Okay. Top. Ja, en nu? Kistje open, nog even. Je moet altijd het slotje vinden, ja, daar. Picklock. Kan ik die niet ergens hiervoor gebruiken? Een kistje of zo? Die sokken. Oh, eens wat er gebeurt, they really stink. Ik had gehoord dat ik mijn gunnetje weer terug zou vinden. Maar ja. Oh, daar moet je voor gebruiken, gelijk ook. Of niet, hè? Telefoon. Oh, hier binnen, gewoon achter je. In het hockey. Hallo? You did good, Ethan. Zoe, right? And what the fuck are you? Shut up and listen if you want to stay alive. You gotta get out of that house. There might be a way out through the main hall. All right. Oh. What's the main hall? On your wrist is a codex. Don't lose it. It's important.
Ja, dat meen je al. Dat is stond op de kaart net. Hell of a girl. Wat moet je nodig ergens heen? Treur ze niet te kijken meteen op de kaart. Daar is de meen al. Dus gewoon dat linker... Wel dat linker gangetje helemaal volgen. Wat ik me dus afvraag, hè. Die blauwe deuren, die zijn allemaal open. Want net kon je door die deur. Ja. Maar die deur daar is grijs. En in de garage is die zelfs oranje. Wat zou dat inhouden? Ja, die grijs weten denk ik nog niet. Dat is onbekend. Maar ga... Ik denk dat die... Doe eens naar... Even pijltje omhoog. Oh nee, ja. Oké. Okay. Nee, we naar beneden. Grandma's room was er ook, joh. Master bedroom storage. Kijk hoe groot. Daar moeten we sowieso overal dingetjes doen. Kan niet anders. Oké. Okay. Naar de main hall gewoon. Onthoud deze kamer en onthoud hoe je moet lopen, want hier ben je altijd veilig. Dus als die achter je aan zit op gekkigheid, dan kun je daar even uitrusten. Helemaal door was oh, dat zie je links. Deze deur. Nou, die mogen ze niet. Ze zou zo'n kutkind zijn. Met zo'n zwarte balk. En dat is die gek, joh. Ja, dat is die mafkees. En dat is die andere mafkees. En oma. Ja. En die moeder, denk ik. Oh, there's no hole in here. Keyhole. Select an item. Oh, wacht. Kijk eens. Die... Moet daar niet dat muntje misschien ergens in? Ja. Lijkt er wel een beetje op, hè? Was dit de deur of niet? Ja, ja. Wat was dat? Er stond daar iemand voor het raam, joh. Ja, er stond daar iemand voor het raam. Er stond daar iemand voor het raam. Oh, misschien... Misschien moet je daar wel naartoe. Misschien zat die zo hier wel. Of het is die man. Ik denk dat je daarheen moet. Kijk even een afstandje. Kijk met een zak. Dat is die man niet, hoor. Hey. Is een politieagent, joh. Hey, you. Hey, you gotta help me. Hold on, back up. Now, sir, do you live here? I mean, is this your property? Shh. What? Me? No. All right. Now, we got several calls about some missing persons lately. You don't understand. I gotta get out of here. Now, calm down. You're not listening to me. There are crazy people in this house trying to fucking kill me. Well, all right. Let me tell you this. You don't exactly seem like you're playing with a full deck yourself, all right? Are you kidding me? Look, like I said... Hij heeft natuurlijk die mes gedaan bij onze hoofd. Ja, ja. En onze arm eraan vast geniet. Waarom moet er een garage? You gotta give me your gun. You must have lost your mind. Look, officer. Deputy. Right. Deputy. Do you want to see my name in the obituaries? Or do you want to be a hero and save my life? A fucking pocket knife? Here. Take it. Now go. Garage. Oh, nu kan je dat tape eraf snijden. In een garage. What am I gonna do with even een kistje openmaken hier. Waar is die garage open? Ja, hier. Maar maak dit even open. Met die lockpick, maar ja, misschien zijn we wel kwijt dan. En is het dan... Doe het gewoon. Soms wordt er gewoon schijt aan. Hoppa! Die is ook wel lekker hoor. En dit kistje kan je ook trouwens openmaken. Kijk, dit kan je dan niet met je hand eraf trekken, weet je wel. Ja. Dit gaat hij sowieso horen, toch? Ja. Uw huis er al, joh. Hey, we gotta get the fuck out of here. Now first you need to tell me what you're doing out here alone in the middle of the night. Me? What about you? No, it's my job. Won't you do your job and tell me? Answer my questions. You're not gonna believe me if I told you. Try me. Oh, oh. Hij gaat dicht. Put that door back. Put that door back. Wait. Ding, joh. Yo, hij is gewoon zo hoog. Gewoon zo'n stukje over, joh. Pak die gun, pak die gun. Nice, in het koppie. Gewoon een beetje af en toe een beetje eromheen rennen en dan gewoon... Hij is niet dood te krijgen.
Ik ben ook zo shit inrichten. Reloaden, reloaden! Oh, hij tilt je gewoon op, joh! Hij is onsterfelijk. Je hebt nog maar 7 kogels, hè? Hoe moet die uit? Je kan er omheen, oké. Om die auto, weet je, om die auto heen cirkelen dan. Dat was een lekker schot. Probeer. Ik raak hem. In een nek, joh. Weer. Omheen, eromheen. Yo, hoe dan? Ah, dit hoort denk ik erbij, joh. Hoe? Dat is toch? Maar hoe? Het is wel een heel moeilijk stukje, joh. Hoe moet ik dit doen? Ja, ik denk dat je gewoon tijd moet nemen en niet te veel schieten. En echt schieten als je echt denkt, nu kan het op dat kopje. Maar je kon net bij die auto kon je ook iets openmaken. Take a good look around for things that could help you in the fight. Ja, misschien kan je weer in die auto wel wat pakken ofzo. Oh, ga ik dit hele filmpje weer krijgen. Hey, agent, laat me hier verder uitgaan. Kijk uit voor dat scheppie. Maar waar komt die man ook vandaan? Je ziet hem ook gewoon niet. Wat is mijn job? Want je doet je job en tell me. Answer my questions. Je gaat niet geloven als ik het je vertelde. Try. In één keer is hij daar, kijk. Dit is wel vet gemaakt, joh. Ook en die gun pakken. Gelijk. Even om die auto heen cirkelen. Iets wat mij kan helpen. Hij is daar. We gaan gewoon ontsnappen. Nee. We gaan niet ontsnappen. Oh, nog niet. Het is te vroeg misschien. Misschien moet je eerst een paar keer... Hey, joh. Ja, maar ik kan niet weg. Nice. Die was echt lekker, joh. Ja, maar het doet hem niks. Ja, maar jawel. Ik denk na een paar keer, denk ik. Zo. Reload tussendoor. Nou, waar is hij? Deze is heel lekker. Every day it's the same thing. Die was ook weer heel lekker, hoor. Oh. Dat doet hem niks. Nee, je moet ergens een kopje, denk ik, hoor. Doe saus over je heen. Met. Okay, en rennen eromheen. Het duurt heel lang. Ik denk als hij dat doet, zo'n beetje stilstaat, dan moet je denken in die auto. Ja, maar hij staat nu heel dichtbij. Ik hier niet iets. Kijk. Oh, dat was die autosleutel. Oké, nu gewoon eromheen en gelijk die auto in. Nu die auto in. En glibberen. Kruisje. Oh ja, je moest daar iets klikken. Ja, deed ik. Gelijk. Wat ga je doen? Hij maakt er een cabrio van. What the fuck, joh? What the fuck, joh? In die banden of zo? Ja, maar en nu? Oh, en 0 kogels ook. Hij is neer, of niet? Hij gaat gewoon nog door, joh. We hebben niks meer, hè. Ja, we zijn weer dood, denk ik. Nee. Ik leef nog. Hm.
Ik ben heel erg aangestopt. Ja, je wil gewoon even zekerheidje hebben. Ik wil even dat kill. Maar helemaal achter in de hoek, heb je daar niet nog iets van? Niets? Oh. Oh. Oh, hij pakt je weer. We hebben geen kogels. Vond maar één kogel, joh. Helemaal achter in de hoek was zo'n kist, ik weet niet of je daar... Zo'n lokken daar, weet je wel. Kijk. Die is zo lekker meegenomen, hoor. Oké, en nu naar boven. Ja, als hij niet weer opstaat. Nee, deze keer heeft hij zichzelf door zijn kop geschoten. Ja, maar ik vertrouw ze niet, want... Oh, dat ding moet je ook pakken, of niet? Ja, maar die vrouw die is ook 100 keer opgestaan. Waar we in het begin mee vechten. Oh. Wat is dat? Oh, nu kan je dat ding pakken. Je moet er sowieso ergens in klikken of zo, weet je wel. Gewoon meenemen. Ik weet niet of ik dat ding open wil. Nee, maken. Eigenlijk aan de ene kant denk ik van laat lekker dicht, want nu zit hij daar. Maar moest je naar? Oké, misschien kunnen we beter hier even links opslaan. Ja. Dat is wel even een goeie, denk ik hoor. En we zijn aangekomen bij het einde van deze video. Vond je dit nou een leuke video? Doe even dat duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. En klik dat belletje even aan, zodat je er altijd bij bent. Niet alleen in de Halloween Horror Week, maar ook gewoon daarna nog. En dan zeg ik nog één keer groetjes en tot de volgende keer.